om meer inzicht te krijgen in het vertrouwen in democratie en politieke instituten in Suriname, hebben de Universiteit van Leiden en Stichting Projecta een opinieonderzoek verricht. Dit om onder andere het vermogen van politieke leiders en het vertrouwen vanuit de bevolking in de democratie te controleren. De resultaten van het onderzoek zijn vanmorgen gepresenteerd in het IGSR-gebouw. Na de presentatie was er ook een paneldiscussie. Volgens panellid Jack Menke heeft dit onderzoek een verrassende uitkomst gehad. Als je wil begrijpen, het vraagstuk waar dit onderzoek om draait is legitimiteit. Het is heel micro gericht op politici. En dat onderzoek dat in 2004 deed was ook gericht op legitimiteit. Maar alleen was het ook veel meer gericht op laten we zeggen, die kleinheid van bepaalde districten erbij halen. En Coroni is ongelooflijk interessant, omdat er daar maar 2000 something kiezers zijn. Maar daar zie je ook alle verschijnselen van kleinschaligheid. Weet je, corruptie, nepotisme, stemmen kopen, et cetera, et cetera. En wat we in dat onderzoek ook hebben toegevoegd, behalve dus heel bewust dus Coroni erin zetten, dat we dus die sleutelpersonen, meer of het waren meer dan 10, dat die eigenlijk ook het verhaal konden vertellen van heel lang terug, 50 jaar terug. Dus ook legitimiteit, ook nepotisme, ook vriendjespolitiek. Panelid Kirti Algu stelt dat dit onderzoek heeft uitgewezen dat er sprake is van een fundamentele morele crisis. Uit de onderzoekresultaten is namelijk gebleken dat de bevolking eerder haar vertrouwen stelt in een religieus instituut in plaats van een politiek orgaan. Als 76% van de bevolking vindt dat religie belangrijk is, 60% van die mensen, maar 76% vindt dat religie belangrijk is, waar is het verband tussen socialisatie en de uitkomst? Ik ben blij dat Jair het punt van onderwijs heeft aangestipt, want je ziet dus dat er een verband is in de mening en opleidingsniveau. Again, ik laat even de rechter methodologische kant tekenen in het midden. Maar mocht dus de uitslag oké zijn, dan geeft het aan dus dat ons formeel onderwijs een hoop, misschien een lichtpunt kan zijn. Hoe hoger het onderwijs, hoe eerder we geneigd zijn om nepotisme af te straffen. Ik neem daarbij mee dat 2% van onze samenleving maar een universitaire graad heeft. En 2/3 deel van onze samenleving een lagere schoolopleiding heeft. Het is eigenlijk als je kijkt naar het geheel, in mijn ogen is het fundamenteel moreel. Dankjewel. Stichting Projecta en de Universiteit van Leiden concluderen dat de invloed en de participatie van burgers in kleinere gemeenschappen groter lijkt, maar daarentegen er sprake is van overheersing van macht. Daarom blijft de vraag welke gevolgen dit kan hebben om de macht van politieke leiders te controleren.